Een bijzondere aanhouding in Eindhoven woensdagavond. Deze witte bestelbus is volledig ingericht om mensen te ontvoeren. De politie reed het busje klem. De twee mannen die in de bus zaten zijn opgepakt. Hier zette de politie gisteravond een wit busje aan de kant. Toen ze binnenkeken zagen ze een soort gevangenistransport voor de onderwereld. De deuren waren geblokkeerd met zware sloten en de wanden die waren bedekt met plastic. Ja, volgens de politie was het duidelijk bedoeld om in het busje mensen te ontvoeren. En dat zou ook al eerder gebeurd zijn. Agenten hier op straat noemden de aangehouden mannen zware criminelen.